Deze uitzending die gaat over de martelgang van Kromme Lindert. Dat is een voorlezing van het boek van A.M. de Jong. Oud-Nederlands. Ik ga 2 à 4 pagina's doen. Het wordt nummer 8. Ik ben gebleven bij pagina 25. Boom. Dan pak ik hem op met de laatste zin van pagina 25. Die heb ik al voorgelezen. Maar voor de continuïteit. Het kleine nachtpitje op het hoekbankje voor een Mariabeeldje tekende een wakkelend gouden schaduwspel tegen de gekalkte muur. Buiten zong een onvermoeibare merel zijn orgelende strofe in de appelboom. Theo, dat is de broer van Kromme Lindert. Theo schraapte de laatste aardappeltjes begerig en brutaal naar zijn kant. Maar Lindert pakte er gauw nog een paar van aan zijn vork en stak ze snel in zijn mond. Den Breije, dat is ook een broer, denk ik. Den Breije, Breije, gromde dreigend met volle mond. De moeder glimlachte even, nam de lege koekenpan weg en haalde de karnemelkse pap van het gemetselde fornuis in de hoek. Uit de rood en groen gebloemde schotel lepelden zij de klonterige pap. Eigen borden gebruikte zij alleen bij het middagmaal op zondag. Vlijtig aten zij voort, tot ook dit laatste gerecht schoon op was. Dan wierpen zij de lepels rammelend in de schotel bijeen, sloegen een kruis, vouwden de handen en baden plichtmatig hun Onze Vader. Moeder prees de Kromme. Ge goed zitten schaas, Lindert? Ach, als ze mee zat, de muzen, zouden zo gauw veel sterker worden. Hij haalde verveeld de schouders op. Hij? En sterker? Allemaal praat voor de vak. Hij was en bleef een hinkend mormeldier. Zwak, dadelijk moe, nergens voor te gebruiken. Jaloers keek hij naar zijn broer, die grote manachtig een stenen pijp stond te stoppen bij de schoorsteen en er kloekmoedig, paffend, de brand in stak. Doe maar niks in je broek, stoever, schimpte de Kromme. Ak jou was, antwoordde Theo laconiek en drukte met een onuitstaanbaar volwassen gebaar met zijn middelvinger de opwellende tabak dieper in de pijp. Moeder leidde de twist af. Wie me nog wat? Onder de deur gaan zit, eer me onder de bed gaan? Het is zulk schoon weer. De jongens knikten. Het was benauwd warm in het lage achterhuis waarop het fornuis het avondeten was gereed gemaakt. Theo nam zonder iets te zeggen de rieten leunstoel van de Kromme en sleepte die door het gangetje naar de voordeur. Moeder hielp hem er gemakkelijk in plaats nemen. Vroeg of hij niet liever een kussen in zijn rug wou hebben. Maar Lindert schudde ontstemd het hoofd. Die bijzondere maatregelen altijd voor hem. Hij wou met rust gelaten worden en net behandeld worden als ieder ander.
Theo kwam terug met zijn eigen stoel, de stenen pijp scheef in de mondhoek. Een hele kerel al, 14 jaar, koewachter. En met Sint Andries zou hij jongste knecht worden bij Koenraads. En op de hoeve blijven, slapen, omdat hij zo handig en sterk was en wel 16 leek. Een struis, opgeschoten knaap. Wrevelig, afgunstig, keek de kromme met zijdelingse blikken naar zijn broer. Mat de krachtige, brede gestalte, de vierkante schouders, het rechte, veerkrachtige lijf, de stevige nek, die de donkere, gebruinde kop zo kaarsrecht droeg met jaloerse ogen. En als hij daar nou maar niet zo zelfgenoegzaam aan zijn pijp zat te lurken. Hij had al een lange broek aan, de brede. Een wijde, slobberige pillowbroek. Een erfstuk van zijn vader, waar maar een goede handbreedte afgeknipt had moeten worden. Daar zat hij in zijn verschoten blauwe kiel, met zijn grijze kousenvoeten op de sport van zijn stoel, die met de voorpoten omhoog gewipt met de leuning tegen de muur steunde. De handen onverschillig in de enorme steekzakken, de pijp in zijn eigen wijs onverschillig in de enorme, met zijn pijs in zijn ongewijze bakkes. Precies een grote vent. Er kwam waarachtig al zwart dons op zijn bovenlip en op zijn kaken ook. Hij zag wel de kromme, hoe zijn moeder af en toe verholen, glimlachend naar Theo keek. Ze had hemelijk plezier in zijn opschepperige houding, was trots op die flinke, sterke vlegel van een zoon. Ja, als een dronken vader hem niet te barsten had laten vallen, was hij zeker net zo'n zelfbewuste krachtpasser geworden als Theo. In hun gezicht leken ze veel op elkaar. Alleen was de huid van de kromme ziekelijk, bleek doorschijnend, maar ze hadden dezelfde donkere ogen, dezelfde gebogen neus, dezelfde mond, dezelfde koolzwarte, even golvende haren, precies de vader, allebei. Moeder breide aan een kous, zacht en vlug rikketikte de naalden, nooit zat ze stil. Lekker was het buiten. Met de stil aandonderende schemer viel een weldadige koelte naar de hete dag. De helle zonnebrand achter het dorp verdofte tot roestrood in het groenige blauw van de avondhemel. Overal in het dorpsstraatje, zaten de mensen nog voor hun deuren, genietend van de koele avond na een dag van hard labeur op de schroeihete velden. Hun stemmen murmelden dooreen in stil gepraat over het werk, de vooruitzichten van de oogst, de onbelangrijke nieuwtjes van het dorpsleven, de kermis die er over een week of zes alweer zou zijn. Af en toe klonk luider een lach hier of daar en de praters keken even op, glimlachend. Drie meisjes, arm in arm, slenterden voorbij, giechelend en pratend, riepen een vrolijke groet naar de buitenzittende bekenden. Een groepje opgeschoten jongens zat gehurkt bij de smidse. Ze riepen onverstaanbare grappen naar kameraden verderop. Brutale uitdagingen naar de quasi-onnozel voorbij slenterende meiden. Theo keek de meisjes na, de stappende benen, de licht wiegende heupen, de naar elkaar gebogen hoofden. Hij glimlachte vaag. Een flikkering ging door zijn ogen.
En hij blies zuchtend een grote rookwolk naar de glanzende hemel. Aan het andere eind van het dorp speelde iemand op de harmonica. Een trage, slepende, sentimentele muziek. Dat moest Tiest zijn. De kleermaker. Dat was hem weer. Twee pagina's. De martelgang van Kromme Lendo. Een mooie korte. Nummer 8.